Als ik deze potion drink, dan krijg ik, als het goed is, superveel diamonds. En op deze manier word ik de rijkste Minecraft-speler ooit. Oh, dit meen je niet. Het was allemaal een droom. Als ik in mijn droom een potion drink en krijg ik superveel diamonds, kan ik dan niet gewoon de potion zelf gaan maken? Oké, ik moet wel stil zijn, want ik ben in het huis van Finny. En ik mocht bij Finny slapen in de vorige aflevering. Alleen, ik vraag me af of Finny nog slaapt. Volgens mij wel. Ik ga hier gewoon weg. Alleen, voor die potion heb ik natuurlijk wel eerst ingrediënten nodig. Oké, ik ga heel stilletjes even naar buiten. Finny mag mij niet horen. En in die droom had ik een of ander blauw snoepje of zo, maar hoe ga ik nou weer een snoep komen? Wacht, ik heb een idee. Misschien dat Finny wel gewoon wat snoep voor me heeft. Finny heeft letterlijk helemaal niks in de keuken. Ik dacht dat Finny wel gewoon snoep voor me zou hebben. Hey! Hey! Zat hey! Ja. Zou jij niet weg zijn? Nee, ja, ik zou eigenlijk weggaan, maar ik had een droom. Ik had een droom. Je had een droom. Ja, maar dat geeft nog geen reden dat je hier nog bent. Nee, maar luister. Kom. Vind je mag dit niet horen. Kom. Kijk. Er staan hier allemaal huizen te koop. En ik zou hier eigenlijk best wel een huis willen kopen, maar ik heb dus helemaal geen diamonds. Ja, dat is pech. Nou, dan moet je helaas terug met de trein. Oh, ja, luister nou. Ik had een droom dat ik een potion nam. En toen kreeg ik letterlijk super veel diamonds. Maar ik moet die potion maken. Maar heb jij blauw snoep voor mij? Want ik heb blauw snoep nodig. Blauw snoep? Ja, ik heb blauw snoep nodig voor die potion. Anders kan ik die potion niet maken. Nadenk, volgens mij heb ik vannacht alles opgegeten. Nee, ik heb geen blauw snoep. Serieus? Ja. Hoe ga ik nou uit een blauwe snoep komen? Ik heb een aantal ingrediënten nodig. En eentje daarvan is blauwe snoep. En ik heb een bepaalde bloem nodig, een blauwe bloem. En dan als dat goed is, krijg ik allemaal diamonds. Ja, maar dat is geen probleem. We hebben gewoon een snoepwinkel in de stad. Ja, dat weet ik. Kom. We gaan naar die snoepwinkel toe. Er is alleen één probleempje met die snoepwinkel. Het is allemaal leuk en aardig, maar ik heb geen geld. Dus hoe ga ik nou weer snoep kunnen kopen? Ik heb op dit moment ook geen geld meer. Ik moet nog uitbetaald worden. Dus Jij hebt ook niks. Dat zijn jouw zorgen. Daar hoef je maar niet mee op te zadelen. Heb jij letterlijk helemaal geen geld voor mij? Heb je geen baantje of zo hier? Ik heb een pijl voor je. Maar ik heb toch niks aan een pijl? Ja, dat weet ik niet. Misschien kun je die verkopen of zo. Kom eens met me mee. Ik heb een idee. Als jij nou gewoon bij de snoepwinkel, ga jij degene die daar achter de balie werkt, die ga jij gewoon afleiden. Ja. En dan ga ik proberen snoep te stelen. Maar gewoon één snoepje, weet ik. Waarom zou ik jou helpen? Wacht even, waarom zou ik jou helpen om iets te stelen in mijn stad? Het is toch leuk als wij ooit op een keer misschien naast elkaar kunnen wonen? Ik weet het niet. Vind je het niet leuk? Ja, ik twijfel. Nou. Ik wil, kijk. Er is daar dat huis bij Finny in de buurt. Die wil ik kopen. Ja, zolang je bij mij wegblijft, dan vind ik het prima. Hoezo? We zijn toch gewoon vrienden? We kunnen toch gewoon aardig tegen elkaar doen? Nee, jij hebt nog wat goed te maken, vind ik. Maar oké, ik wil je best wel helpen. Kijk, daar is je snoepwinkel. We moeten een plan bedenken, Santino. Hoe jij degene achter de balie kan afleiden. Ik kan gewoon met hem praten dan, als je wilt. Kijk, er staat daar iemand achter de balie. Ja. Hoe gaan we dit doen? Kom eens. Je moet niet zo zichtbaar in beeld zijn. Wacht, hebben ze hier überhaupt blauw snoep? Kom, we gaan naar binnen, gaan we kijken. We doen gewoon net alsof we klanten zijn, ja? Ja, ik kom hier altijd, dus dat is geen probleem, die herkent mij wel. Oké. Ja, hey, Santino, wat gaan we kopen? Kijk, ze hebben hier dolfijntjes. Dit vind ik wel lekker, maar weet je, varkentjes hebben ze ook. Oh, dat is ook lekker, Jessie. Ik zit toch wat te twijfelen. Wat hebben ze hier nog? Muntdrop, zoete drop, zoute drop. Oké, Santino, ik vind het allemaal maar vies. Laten we gewoon maar weer naar buiten gaan. Doei, mevrouw! Doei! Ik hoef niks! Ze hadden gewoon letterlijk dat snoep daar binnen. Oh mijn god. Dat is letterlijk precies de snoep uit mijn dromen. Maar ik heb niet alleen dat nodig. Ik heb ook nog. Oké, dit is echt niet normaal. Kijk. Dit is letterlijk die bloem die ik nodig heb. Waarom pak je die bloem? Ja, weet ik veel. Geloof me. Ik ga een potion maken en dan word ik de rijkste speler in heel Minecraft. Echt, geloof me, oké? Hey, luister, dan moet je er twee maken. Dat wil ik ook wel hebben namelijk. Twee maak. Ja, ik maak twee potions. Nee, er droppen gewoon heel veel diamonds op de grond. Dus we kunnen gewoon delen. Daar houd je aan. Dan kunnen we het gewoon delen. Oh, weet je wat we dan kunnen doen? Kijk, daar is die bank namelijk. Dan kunnen we hem daar lekker in die bank doen. Dan komt niemand erachter, gek. Oh, en dan doen we gewoon net alsof dat we niet rijk zijn. En dan. Ja, oké, dan gaan we doen. Oké, we moeten trouwens nog een plan verzinnen voor de snoepwinkel, dus. Ik kan er wel lokken naar buiten of zo, dat jij daar om het hoekje gaat gaan. Oké, Santino moet dit wel goed doen natuurlijk. Dus Santino moet daar gewoon meekrijgen en dan kan ik gewoon
Als ik één blauw snoepje steel, dan heb ik letterlijk al genoeg om die potion te maken. En vooral die diamonds. Oh mijn god, dat gaat lukken, het gaat lukken, het gaat lukken. Het gaat lukken. Kijk, 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 kijk. Ja! Oh mijn god. Weglopen dan, weglopen, weglopen. Anders kan ik toch niet naar binnen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Satino leidt eraf. Ik ga gewoon heel snel naar binnen. En ik neem gewoon één dolfijntje mee. Want als ik er meer mee pak, dan valt het denk ik veel te veel op. En oké, okay, let's go, let's go. Het is gewoon gelukt. Oh mijn god. Oh, 7 minuten gezien. Satino! Satino, Satino! Satino! Yeah? Kom, ja, ja, ja. Kom. Ja, ja, kijk, 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 kijk. Het is gelukt, het is gelukt, het is gelukt. Hiermee kunnen we... Oh, ik ga het eten. Nee, niet eten! Ah, kom eens, geef eens hier. Ik dacht dat je het gaf om te eten. Nee. Nu kunnen we die potion maken. Ja, maar... Oké, okay, ik ga het in het huis van Finny maken. Als het goed is, slaapt Finny nog? Ik weet het niet zeker. Ja, Finny kennende slaapt hij altijd wel heel erg lang door. En het is ook al bijna weer af. Ja, dat idee had ik al. Oké, okay, kom, we gaan snel. Want Finny mag niet zien dat we die potion maken, hè? Want ik wil gewoon die diamonds... Ik wil alles voor mezelf. Nee, dat begrijp ik. En dat kunnen we daar in die bank doen. Maar hey, luister eens eventjes. Ja, wat is er? Dus hoe maak je die potion dan? Je moet gewoon een bak water hebben. Dan gooi je dit erin. Dan drink je die potion. En dan, als het goed is, als je dat drinkt, krijg je heel veel diamonds. Althans, dat was in mijn droom. Oh, ja, ik weet niet of dit echt ook werkt, maar ik wil gewoon een huis kopen, oké? Ja, dat begrijp ik. Maar yes, het blijft een droom, hè? Ik weet niet of dit gaat werken. Ja, maar het is Minecraft, Santino. In Minecraft kan toch alles? Ja, dat maakt niet uit. Je kan niet opeens op een simpele, magische wijze opeens allemaal diamonds uitpoepen. Jawel. Oh. Ik heb het geprobeerd. Lukt niet. Nee? Lukt niet. Nou, daarom stonk je huis zo. Ik wil dit huis hebben. Ik vind dit een mooi huis. Maar die kost waarschijnlijk weer superveel diamonds. Ja, hé, hey, luister. Ik heb het geprobeerd met dit huis. Jij mag dokken, maat. Ja? Ja, maar daarom ga ik die potion maken. Wacht. We kunnen niet met z'n tweeën naar binnen. Dan wordt het echt veel te druk. Ga jij naar huis? Ik kom straks bij je terug, ja? Ja, is goed. Ik ga nog even wel wat eten. Ja, oké, doei. Oké, we zijn aangekomen bij het huis van Finny. En ik heb dus dit huis nodig om die potion te kunnen maken. Want ik moet het namelijk hier in deze bak gaan doen. Dus wat ik eerst moet doen is volgens mij dit bloemetje erin gooien. Dan het enige... Nee, dat bloemetje moet erin. En het enige wat ik dan nog moet doen is dit erbij gooien. Dan moet ik het in een borrel doen. Dan moet ik roeren met water. Huh? Wat ben jij aan het doen? Niks. Hoezo? Ik ben helemaal niks aan het doen. Goedemorgen, Finny. Wat is dat? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Niks. Oké, ik ga het uitleggen, ja. Ik heb een droom gekregen dat als ik dit en dit bij elkaar doe, dan krijg ik een potion en dan zijn we super rijk. En dan krijgen we heel veel diamonds. Zullen we het proberen? Ja, denk je nou echt dat we daarvan rijk worden? Ja, geloof me. In mijn droom dronk ik die potion en toen had ik heel veel diamonds. Ja, in je dromen, ja. Ja, maar het is toch Minecraft? In Minecraft kan toch alles? Laten we het gewoon proberen. Heb jij een glas van mij ergens of niet? Ja, in het kastje. Ja, oké, top. Kijk maar. Dit gooien we erin. En dan hoef ik letterlijk alleen nog met dit erin te gooien en dan hebben we heel veel diamonds. Hè. Dus dan zijn we super rijk. Doe maar dan. Zal ik het gewoon doen? Oké, let's go. 3, 2, 1. En dan, als het goed is, gaat het nu werken. Jesse! Wat heb je gedaan? Sorry. Weet ik veel. Ik dacht als ik dit bij elkaar deed, dat het gewoon ging werken. Jesse, ik had jou nooit in mijn huis moeten laten. Ja, maar... Sorry. En waar zijn de diamonds? Ik heb niet eens een potion. Het is gewoon nog steeds een borrel. Ik weet niet wat er is gebeurd. Maar dit doe ik toch ook niet expres? Ga mijn huis maar uit. Ik kom er nooit nog binnen hier. Serieus? Ja, nu. Doei. Dit meen je niet. Oké, nu heb ik Finny sowieso boos gemaakt. Nu kan ik hier nooit meer wonen. Wacht. Misschien heeft Santino een idee. Want ik moet het goed maken met Finny. Want dit was niet bepaald de bedoeling. En Santino verwacht nu ook allemaal diamonds. Als Santino maar niet boos op me is. Hallo, Santino! Is het gelukt, jongen? Nee. Hoezo niet? Ik heb al dingen gekocht, Jesse. Wat ik moet dingen afbetalen. Meen je niet? Nee. Kom naar binnen. Ja, is goed. Kom. Wat is dit nou? Waarom heeft het niet gewerkt? Ja, ik... Nou ja, ik deed dus die ingrediënten. Finny heeft me sowieso betrapt. Hij was wakker. Dat is een probleempje. Ja. Maar dat was niet erg. Uiteindelijk mocht ik die potion van hem maken. Dus uiteindelijk is, vind ik, niet mijn schuld. Was jij die ontploffing net, of niet? Nee, ja. Weet je wat? Stil maar gewoon. Ik hoor het alweer. Finny's half huis is kapot. En ik wil het eigenlijk... Ik wil het met hem goed maken, maar ik weet niet hoe. Ja, maar Jesse, dit krijgen we dus van, hè? Als jij hier bent, dan krijg je dit soort dingen. Ja, maar ik... Het is gewoon een idee. Ik had gewoon een droom en ik wil het proberen. Ik wil hier ook gewoon wonen met dat huis. Ik ben vriend met jou en... Nou, met Finny dus niet meer. Dat begrijp ik. Maar wat gaan we nu doen dan? Want ik heb nu allemaal dingen al gekocht. Ik heb ook geld nodig. Weet ik niet.
Nou, oké. Okay. Nou, ik denk dat ik maar weer met de trein wegga, want ik voel het al, ik ben hier niet meer welkom. Ja, doei, nou moet ik gewoon weer de beelden vragen of die Finny wilt helpen, want dit slaat echt helemaal nergens op. De beelden, die kan ons toch helpen? Hoezo ons? Hij moet Finny helpen. Hij moet mij helpen, want dan kan het huis van Finny weer gebouwd worden. Dan regel ik dat met de bulder. En dan is het weer goed. En dan vind ik wel een baantje of zo. En dan koop ik dit huis. Of ik overval de bank, of ik weet het niet. Ja, maar hoe ga je de bulder dan betalen? Hoe doe je dat allemaal, Jesse? Dat weet ik niet. Ik ga het gewoon... Misschien dat hij het dan gewoon voor me wil doen. Is die bulder een beetje aardig, of is het een beetje... Nou ja, ik weet niet hoe die gaat reageren. Als je zegt, oh ja, ik heb het halve huis van Finny opgeblazen. Kun je me even helpen? Ik weet niet hoe die gaat reageren. Ja, jongen, ik heb een pickaxe bij me. Misschien kan ik wat klusjes voor hem doen. Misschien kan ik hem helpen met materialen zoeken. Hij houdt van nieuwe dingen. Ja, hij kan toch vast wel wat voor me doen, of niet? Het is wel een beetje gekkie, hoor. Dat moet je wel zeggen, maar... Is het gekkie? Misschien voor een nieuw pickaxe doet hij alles. Nee, ik ga hem geen pickaxe geven. Misschien kan ik hem helpen met spullen verzamelen. Ja, dan weet ik niet. Je moet het aan hem vragen, Jesse. Ik weet het alles ook niet. Hallo. Wie ben jij? Ik ben nieuw in dit dorp en ik heb een probleem. Ik zei het toch al, het is een gekkie. Ja. Oké, waar kun je me helpen? Je kent Finny toch wel? Wie? Finny, die in dat oranje huis. Je woont in... Mijn geheugen is niet meer wat was. Het is je buurman. Ik heb ruzie met Finny, want ik heb Rox huis opgeblazen. En er is maar een klein beetje kapot, maar kerf maken voor me, alsjeblieft. Wat heb je gedaan? Rustig gaan. Wil je dat maken voor me? Het gaat je wel wat kosten. Ja, dat heb ik dus niet. Maar ik kan klusjes voor je doen. Ja, maar ik wil die pickaxe. Hij wil die pickaxe. Ik zei het, Jut. Oké, alsjeblieft. Wil je me dan nu helpen met het bouwen van wat? Ja, ik zei het, Jess. Het is een gekkie. Maar nu ben ik gewoon mijn pickaxe kwijt. Ja, maar dit had ik ook niet heel erg gezegd verwacht. Hé, Beelden, geef eens die pickaxe terug, man. Hallo, Beelden. Nou, het zal wel. Kom, we gaan weg. Ja, ik vind het echt maar een rare man. Ja, ik weet het. Ik kwam hier toen ook en toen deed hij ook al raar. En dan in één keer doet hij normaal en dan in één keer weer raar. Maar ik voel me schuldig. Ik wil het goed... Kijk, zijn hele huis is gewoon kapot. Ja. Dat is ook geen klein gat, Jess. Nee, maar nu heb ik letterlijk geen plek meer om te slapen. En volgens mij heb jij maar één bed en niet eens een bank waar ik op kan slapen. Nee, ik had sowieso al nee gezegd. Ja, maar ik weet wel een leuke plek waar je kunt slapen in principe. Ja? Waar dan? Alleen, het is een beetje behekst. Ik weet niet of je dat heel erg vindt. Behekst? Er is een leuke camper daar ergens in het bos. Dat meen je niet? Ik ben nu... Ja, zeker. Ik kan toch niet in de camper slapen? Ik ben toch geen zwerver? Ja, hoezo niet? Wil je op de straat? Je kan ook gewoon hier op de straat slapen, hoor. Dan haal ik gewoon even kussen voor je, wat dekens voor je. Nee, dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon een van die huizen... Ik had gewoon een slaapplek, maar ik heb het verpest. Ik begon net een beetje bevriend te worden met Finny. Ja, dat krijg je ervan, hè? Als je in je dromen posters gaat maken die diamonds uitpoepen en dan niet werken. Ja, ik weet het. Nee. Zie je hem? Ja, kom zelf met me mee. Dat meen je niet, hè? Ja, tuurlijk wel. Ja, dat heb je zelf gedaan, hoor. Misschien als ik gewoon eventjes in die camper... Maar die builder, hè, trouwens. Hoeveel rekent hij normaal om zo'n muur te maken? En dan gaat hij er niet mee... Gaat hij er geen dingen van me stelen? Hij gaat niet dingen van je stelen, maar hij gaat wel de duurste prijs vragen aan je. Omdat je mij niet kent, natuurlijk. Ja, precies. En voordat je gaat vragen, Santi, kun je me helpen? Nee. Ik weet wat ik gewoon ga doen. Ik ga gewoon hier... Misschien kan ik in de snoepwinkel werken of ik ga aan de bank werken of ik weet het niet. Misschien start ik een eigen winkel en dan betaal ik gewoon alles terug en dan maak ik het goed. Ja, om heel eerlijk te zijn, ik zou gewoon een eigen winkel maken. Want in een winkel werken waar jij snoepgoed hebt gestolen waar camera's waren. Dus hangen daar camera's? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg maar wat. Oké, dat had je best wel eerder mogen zeggen. Dan konden we dat even gaan kijken namelijk. Ik had ook tegen kunnen zeggen niet stelen. Santino, het is hier echt vies. Ja, dat begrijp ik. Maar wat wil je anders doen? Ik kan hier toch niet slapen? Hoezo niet? Ja, ik ben nu, niet helemaal, maar ik ben letterlijk dakloos op dit moment, Santino. Ja, en nu niet. Nu heb je een dak. Heb jij letterlijk helemaal geen diamonds om mij te helpen met Finny? Nee, ik heb wel een boog voor je. Nu heb ik een pijl en een... Ja, nu heb je pijl en boog. Ja, ik weet niet wat je ermee wil doen. Nu heb je een ei om te eten in de ochtend. Lekker uitsmijtertje. Ja, ik heb gelukkig nog wel wat brood. De zon gaat onder. Ik denk dat ik maar gewoon misschien hier een beetje ga opruimen. Ga proberen te slapen en dan... Zie ik jou morgen misschien weer? Dat weet ik nog net zo niet. Ik ga lekker naar mijn eigen huis. Lekker warm, lekker knus, lekker in mijn bed liggen. Ja, doei! Ik heb echt geen idee hoe ik dit moet doen. En dit was de video. Klik even hier of hier om een andere video te zien. Want dan wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...